Achter deze hekken van Stichting Ziso in Volkel zit een enorm dierenpark verborgen. Van alles woont er. Kamelen, buidelratten, de zeldzame taira, doodgewone fretjes, uilen, hyena's, kraanvogels en de Aziatische rode hond. Maar vandaag zijn we speciaal voor één dier in Volkel, de albino wasbeer. Geen enkel ander Nederlands dierenpark heeft zo'n beestje onder haar hoede. De witte wasbeer, dat is een kleurmutatie die vrij zeldzaam is. In de natuur komt die wel eens ooit voor, maar heel uniek. En deze wasbeer die komt uit Zuid-Duitsland. Hij is een liefhebber die paar witte wasbeer heeft en deze gekweekt heeft. En is het een mannetje of een vrouwtje? Het is een vrouwtje. En hoe denkt u dat ze opgenomen gaat worden in de groep? Zoals het er nu uitziet is het heel, heel goed gegaan. Vanaf de eerste dag hebben ze elkaar besnuffeld en gekrabbeld. En gezien de reacties is dat een heel goed voorteken. En je ziet ook dat de witte wasbeer zich steeds beter aanpast aan de omgeving. Dus ik verwacht dat de kooi ieder moment gaat verwijderen en dat hij gewoon volledig in de groep zal introduceren. En hoe gaat ze heten? Ja, dat is nog een vraag. Daar heb ik mijn eigen nog niet zo mee bemoeid. Maar er zijn altijd wel kinderen die heel inventief zijn om een leuke naam te kunnen bedenken. In het dierenpark van Stichting Ziso worden afgedankte beesten, dieren uit het illegale circuit en slachtoffers van ongelukken verzorgd. Met als doel herintroductie in het wild. Maar lang niet alle dieren kunnen terug. Deze ooievaars bijvoorbeeld zijn tegen een elektriciteitskabel aangevlogen. En veel van hen missen een deel van hun vleugel. Zij blijven in het park. Net als de witte wasbeer. Voor iedereen die haar in het echt wil zien, zondag 3 oktober houdt Stichting Ziso open huis.